Vandaag zijn er dus opnieuw feiten aan het licht gekomen die de Rijksluchtvaartdienst, de RLD, heeft verzwegen. Gisteren werd duidelijk dat al vrijwel onmiddellijk melding maakte van gevaarlijke stoffen aan boord van het toestel en dat de RLD dit op hun beurt verzweeg. Vandaag werd duidelijk dat een onderzoeker van de ramp al 6 jaar geleden ontdekte dat er een lijst van 25 pagina's bestond met allerlei mankementen aan het toestel. We praten verder met Pierre Heijboer, publicist en onderzoeker van de Bijlmerramp. Meneer Heijboer, het onderhoud bij Al, is dat nou zo slecht? Ik denk dat het niet best zal zijn. Maar ik heb me niet zozeer verbaasd over de verhalen die ik daar vandaag over gehoord heb. Dit soort dingen komen vaak voor bij luchtvaartmaatschappijen. Alleen, het lijkt mij bij Al wel erg te zijn. Wat wel erg is, is dat de klachten over dat onderhoud, voor zover ze het ramptoestel betroffen, weer niet zijn opgenomen in de openbare rapporten over deze zaak. Dit is weer die kleine luchtvaartwereld, onze vrienden van Israël. Wij weten het wel, maar het publiek hoeft het niet te weten. Die 25 pagina's lange lijst, die werken we wel ergens weg. Ja, van die lijst moet je zeggen dat je kan daar geen oordeel over geven als je niet weet of er ernstig zaken op staan. Als het een lange lijst is met allemaal hele kleine puntjes, dan had die wel vermeld moeten worden, maar wachten tot we hem echt kennen, denk ik. Belangrijk punt was misschien wel dat trillingssysteem dat kapot was, hè? Van Klaveren, die wist daar vanaf. Hoe belangrijk is dat? Ik denk heel erg belangrijk. Want je zou het hier wel eens kunnen hebben over iets dat een eerste oorzaak van het verongelukken van dit vliegtuig is. Even denken, er is een pen afgebroken, daardoor valt een motor af, waardoor kan een pen breken? Die kan breken door te grote trillingen. Als de gezagvoerder dat had kunnen zien, had hij wat aan die motor kunnen doen, vermogen terugnemen en dan was het ongeluk niet. Maar het trillsysteem stond uit. Dus dat stond uit, maar dat feit had absoluut in de rapporten moeten staan. Grote geheimzinnigheid was er vandaag ook over de 3 overige geënquêteerden. Tot op het laatst moest geheim blijven wie dat waren. Het bleken onderhoudsmonteurs te zijn van El Al. Een belangrijk deel van de verhoren ging over het onderhoud van de El Al-toestellen. De vraag was, komt het wel eens voor dat toestellen worden goedgekeurd voor vertrek, terwijl dat eigenlijk niet verantwoord is? De ondervraagden hadden het er erg moeilijk mee. We praten verder met Pierre Heijboer. Meneer Heijboer, de geënquêteerden van vandaag waren echt heel voorzichtig. Veel overleg met advocaten, niet durven zeggen eigenlijk dat het onderhoud bij El Al misschien niet zo geweldig is. Vanwaar die voorzichtigheid, denkt u? Omdat deze mensen moeten vrezen voor hun baan. De luchtvaartwereld is klein. Men kent elkaar daar, men dient loyaal te zijn. En wie een keer vuile was buiten hangt in de luchtvaartwereld, die krijgt gewoon simpelweg geen baan meer. Daarom, dat is een van de redenen waarom deze mensen, met wie ik eigenlijk wel een beetje meelijden heb zitten hebben hoor vanmiddag. Het is ook een eigen werk dat ze verdedigen in feite. Dat komt erbij. Ze zitten in dezelfde positie als meneer Erhard gisteren. Zij moeten hun eigen werk verdedigen. Je zult niemand van die mensen dan ook horen zeggen dat het onderhoud bij El Al slecht is, want dat doen zij zelf. De onderhoudsmonteurs, de kwestie van het overroelen van de onderhoudsmonteurs. Die onderhoudsmonteurs die zouden dan zeggen van nou, wij vinden het niet zo verantwoord om dat toestel de lucht in te sturen. En dan moesten ze het van hun superieuren toch doen. Dat was ook een heel zwaar punt vandaag. Ja, en bovendien is het geen nieuw punt. In Jeroen Plettenberg, hun El Al-collega, heeft tegenover de commissie Hoekstra gesproken dat er vliegtuigen met een zogenaamde no-go, dus die mochten echt niet vertrekken, dat die toch weg moesten en dat zelfs de bemanningen af en toe weigerden dat te doen en dat die bemanningen uit Tel Aviv gewoon een dienstbevel kregen om toch te gaan met een kist met een mankement. Heel kort, is El Al nou de enige maatschappij met slecht onderhoud? Of ja, hoe moet je dat zeggen van die puntjes waar je zegt? Bij elke maatschappij gebeuren van dit soort dingen. Of ze bij El Al wat meer gebeuren dan bij anderen, weet ik niet. We moeten hierbij laten. Meneer Heijboer, dank u wel. Tot zover onze berichtgeving over de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp voor vandaag. Topambtenaren van de RLD, de Rijksluchtvaartdienst, hebben minister Jorritsma verkeerd geïnformeerd over het verarmde uranium in de ramp-Boeing. Dat heeft meneer Pruis vandaag onthuld aan de enquêtecommissie. Pruis was in de tijd werknemer van de Rijksluchtvaartdienst.
Volgens hem hebben de RLD'ers Wek en Wolleswinkel tegen de minister gezegd dat het nucleair onderzoekscentrum in Petten er onmiddellijk bij is gehaald toen bekend werd dat er verarmd uranium aan boord was. Maar Pruis wist dat dat pas een jaar later gebeurde. In de studio praten we verder met Pierre Heijboer. Hij is onderzoeker naar de Bijlmer-ramp en onze vaste commentator. Meneer Heijboer, informatie versluiert weergegeven. Is dat betekenisvol voor u? Het is een heel goed woord dat deze meneer Pruis gebruikt. Er blijkt uit dat deze topambtenaar van de Rijksluchtvaartdienst er geen enkel probleem mee hebben dat de minister van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer verkeerd voorlicht over wat er gebeurd is. Als we nu kijken naar dit specifieke geval. Er werd dus beweerd dat het ECN in Petten er onmiddellijk bij is gehaald toen duidelijk werd dat er verarmd uranium aan boord was. Waarom is dat niet meteen gebeurd en waarom liegen ze daarover? Ja, men heeft, hoewel er waarschuwingen in de kast lagen op Schiphol, men heeft daar wel geweten dat verarmd uranium erin zat, maar het gevaar ervan, dat komt door het verbranden, ook niet goed genoeg onderkend. Men heeft er dus maar niets mee gedaan met die hele wetenschap. Pas toen een jaar later dit helemaal naar buiten kwam en werd toegelicht aan het grote publiek wat het gevaar kon zijn, toen had men plotseling de verzekering nodig dat er eigenlijk niets aan de hand was. En Petten, het ECN, heeft die verzekering geleverd van er is niets aan de hand. Maar een jaar later. Er lijkt een stoelendans gaande rond de informatie over het verarmde uranium en andere gevaarlijke spullen aan boord van het ramptoestel. Iedereen vindt dat iemand anders het maar had moeten melden. Die verwarring was er niet alleen op de rampplek zelf, maar ook op Schiphol. Dit is Hangar 8 op Schiphol. Op de avond van de ramp werden hier de wrakstukken van de El Al Boeing naartoe gebracht voor een nader onderzoek. Dat betekent dat ook het verarmd uranium dat aan boord was als contragewicht hier terecht is gekomen. De mensen die in Hangar 8 aan het werk waren droegen beschermende kleding, in tegenstelling tot de hulpverleners die op de rampplek waren. Maar meneer Damveld, die destijds de leiding had in Hangar 8, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van een mogelijk gevaarlijke lading. Goed, meneer Heijboer, meneer Damveld die blijkt zich toch liever te baseren op de informatie in de logboeken van toen de tijd dan op zijn eigen geheugen. En ja, de commissie is daar niet blij mee. Die hoort eigenlijk liever wat hij zich herinnert van wat er toen gebeurde. Ja, het gaat over het journaal van de Rijkspolitiedienst Luchtvaart op Schiphol. Ja. En het is kennelijk zo dat de commissie dat journaal niet vertrouwt. De commissie heeft kennelijk het gevoel dat dit journaal later bijgesteld is. Ja, want Damveld die heeft eerst gesproken met de commissie in een voorgesprek. En toen heeft hij heel andere dingen verteld. Tot verrassing van de commissie kwam hij met een ander verhaal toen het verhoor daadwerkelijk van start ging. Ja, bovendien is dit niet de eerste keer dat dit journaal op deze manier in het nieuws komt. Ook bij een eerder onderzoek naar de Bijlmer-ramp van de commissie Hoekstra speelt dat journaal dezelfde rol. Een politieman vertelt een verhaal over zijn doen en laten op de avond van de ramp en komt daar later volledig op terug en zegt dan, ja, ik kom daarop terug omdat ik het journaal nu gelezen heb. Nou, dan denkt de commissie, kunnen wij dat journaal nog wel vertrouwen? Ja, wat kunnen ze daaraan doen? Nou, doorvragen. Ze hebben het gevoel dat dit journaal het verhaal vertelt zoals de Rijkspolitie het naar buiten wil hebben, maar dat dit niet het ware verhaal is. Wat je een beetje merkt is dat iedereen naar elkaar wijst. Hè? Van hij had moeten waarschuwen over die lading. Nee, hij wist ervan, hij had moeten waarschuwen. Ja, en bovendien heeft men elkaar gewaarschuwd. Mensen van instanties, Rijkspolitiemensen over en weer, RLD'ers hebben via allerlei kanaaltjes hun collega's op de ramp wel gewaarschuwd voor het uranium, voor de gevaarlijke stoffen. Maar de algemene waarschuwing aan alle mensen, die is er niet gekomen. Goed, meneer Heijboer, dank u wel. Tot zover de parlementaire enquête voor vandaag. Morgen spreekt de commissie met brandweercommandant Ernst, die belast was met de rampbestrijding en de berging, en met toenmalig commissaris Noordholt over het aantal slachtoffers en het crisisteam. Israël lijkt nerveus te worden van alle aandacht die de Bijlmer-ramp nu alsnog krijgt. Vorige week klonk al het verwijt van antisemitisme. Gisteren overhandigde Israël dan eindelijk, na jaren soebatten, de ontbrekende vrachtgegevens die duidelijkheid moeten geven over 20 ton van de lading. Het zal gaan om accu's, computers en chips.
Voorzitter Meijer van de enquêtecommissie nam de gegevens minzaam in ontvangst. In de studio zit Pierre Heijboer, oud-journalist die zich al jaren intensief met de Bijlmerramp bezighoudt. Meneer Heijboer, meneer Meijer maakte bekend dat er nog twee andere grondstoffen voor sarin aan boord waren. Maar de Israëliërs zeggen, nou, het waren allemaal accu's, computers, chips. Wat vindt u van die bekendmaking? Ja, die laatste 20 ton waar het dan om gaat. Ja, laatste 20 ton, ja. Wij hadden allemaal begrepen dat het daarbij zou gaan om militair geheime goederen. Nou, als ik dus meneer de Israëli's hoor spreken over accu's en keyboards, dan zie ik daar niets geheims in, niets militairs. Het leuke van de zaak is dat de enquêtecommissie zelf diezelfde vrachtbrieven, diezelfde informatie ook boven water heeft gebracht. De commissie heeft dat niet verteld aan de Israëli's. En de commissie gaat nu lekker vergelijken. Dat wordt interessant. Oké. Okay. De Economische Controledienst probeerde ook al eens om de ontbrekende gegevens van de resterende 20 ton boven water te krijgen. De dienst wilde om die reden nagaan of die 20 ton lading toevallig bij verzekeringsmaatschappij Lloyds was verzekerd. Maar de Rijksluchtvaartdienst wimpelde dat af. Dat is ik dan. Meneer Heijboer, 4 weken enquête, een hele hoop tegenstrijdige verklaringen. Wat weten we nu concreet op dit moment? We zijn goed halverwege met de openbare verhoren. We hebben heel veel interessante dingen gehoord, maar we hebben nog heel weinig antwoorden gekregen op vragen die bij mensen leven. De enquêtecommissie wekt de indruk dat zij al die antwoorden al wel heeft, maar wij aan de buitenkant merken daar nog weinig van. Wat weten we nu wel concreet? We weten, denk ik, vrij concreet iets intussen over de lading. We weten dat die toch niet erg koosje was, dat die vrij gevaarlijk was. We weten dat de luchtvaart daar anders over denkt dan gewone mensen, van wat is gevaarlijk en wat is niet gevaarlijk. Ja. We weten ook een hoop niet nog. We weten nog altijd niet wie die mannen die witte pakken waren. We weten niet waarom men zo geheimzinnig heeft gedaan. Komen we ooit achter het geheim van de Bijlmerramp zonder hulp van de Israëli's? Want die hebben we nog niet gehoord. Dat hoopt de enquêtecommissie. De enquêtecommissie hoopt dat er in Nederland genoeg mensen te vinden zijn die als getuigen verhoord kunnen worden en die zonder dat men daar de Israëli's bij nodig heeft, de waarheid aan het licht kunnen brengen. Want ook mensen in Nederland moeten van een heleboel dingen geweten hebben. Oké. Okay. Morgen verhoort de commissie onder andere voor het eerst een Israëliër, meneer Shervin. Hij is hoofd belading van El Al in Israël.